Zo, daar zijn we. Wijn van de maand juni. Super tof, want er is in mei een nieuwe klassieker geboren. De Sartori Pinot Grigio Rosé. De maand juni, een 100% Pinot Grigio van het wijnhuis Sartori. Blijf kijken. Het leuke aan dit wijnhuis is dat het familiebedrijf is. Het komt uit de 19e eeuw. En het toffe is, die jongens hadden eigenlijk oorspronkelijk een hotel. En die wouden hele goede wijnen. Wat hebben ze gedaan? Zelf wijn maken. Daar hou ik van. Ambitieus. Dat is gewoon fantastisch. De Pinot Grigio is natuurlijk wel bekend in Nederland. Heeft ook een hele lichte kleur. Ideaal voor de zomerse maand. Laten we hopen dat het zonnetje nou goed gaat schijnen deze maand. Zoals je ziet is hij dus ook prachtig lichte kleur. In de neus tonen echt vooral van citrus en dat groene fruit dat naar boven komt. Qua smaak. Citrus, mineralen, groene appel. Lichte tropische fruittonen. Ik zou dit combineren met kipgerechten, maar ook vooral met visgerechten gaat dit echt perfect. Een aantal kazen kan je er ook op doen. Wat zachte kazen gaan hier ook mooi bij. Het leuke aan het wijnhuis Sartori, dat ze een hele mooie prijs hebben. Normaal is die €8,99 de hele maand juni in de actie voor maar 7,50. Ik zou zeggen, geniet ervan. Proost.